Deze week zijn de grote werken aan de N712 afgerond. De rijbaan is nog niet volledig klaar, maar de fietspaden en kantstroken mogen al gebruikt worden. Het project van de N712 had als doel om de fietsveiligheid een beetje te verhogen, zodanig dat fietspaden die aanliggend waren aan de weg nu vrijliggende fietspaden zijn over het traject tussen de gemeentegrens met Mol en de rotonde met de Maatheide. Bijkomend zijn er ook een aantal middengeleiders voorzien om de snelheid op de weg in te perken en wordt er ook nog voorzien om groenaanleg, het zijn de bomen, over het hele traject aan te planten. De weg wordt vaak gebruikt voor woon-werkverkeer, maar ook de fietsclubs rijden met veel plezier over de nieuw aangelegde fietspaden. Virginie leidt de Lommelse trappers al meer dan 10 jaar veilig door Lommel en omgeving. De fietspaden in Lommel zijn goed. Ze hebben nog maar pas dat fietspad vernieuwd, Lommelkattenbos tot aan de molen. Dat is heel goed en heel breed. Dus dat is heel goed. En voor de rest, jawel, die zijn allemaal goed. Ik doe dat heel graag en de groep ook, want anders hadden we niet zoveel volk, hè? Als ze niet graag fietsen. En je moet ook diegenen die nieuw bijkomen, dus zeg ik altijd, niet te dicht achtereen. Je moet in groep leren fietsen, hè. Dikwijls door dicht achtereen te rijden, dat ze vallen, hè. Dus als ze op een fietspad zitten en we hebben tegenliggers, dan fluit ik en dan weten ze dat ze allemaal achtereen moeten rijden. Steken we een weg over en het is mogelijk, dus dan ga ik staan met het laadje. En dan stoppen de auto's en dan kan de ganse groep over. Naast de aanleg van de vrijliggende fietspaden wordt ook voorzien om de wegen eens terug aan te pakken. Er wordt onder meer voorzien om de asfaltverharding te vernieuwen over het ganse traject. De werken zijn voor het bouwverlof afgerond. Enkel de afwerking langs de weg wordt na het bouwverlof verder aangepakt.